een video monteren over Artis. En dat doe ik met het materiaal wat ik heb verzameld in mijn map. Door naar programma's te klikken. Hier ga ik naar de videomontage. En dan kom ik in het veld waarin ik hier mijn bestanden naartoe kan slepen om de montage te maken. Ik ga naar mijn bestand en mijn map van Artis. Ik pak een filmpje en zet dat aan het begin. Ik wil ook de tijger erbij, dus die ga ik ook erbij pakken. Op die manier kan ik een hele montage opbouwen. En ter plekke kan ik de bronnen die ik in mijn montage heb gezet nog een keer bewerken. Ik kan bijvoorbeeld deze videobron kan ik knippen. Dat doe ik zo. Ik maak het begin hier. En ze kunnen hier zijn. Einde daar. En ik wijzig mijn bron. Nu is dit veranderd in een fragmentje. De foto. Als ik daarop klik, kan ik kiezen hoeveel seconden ik de foto in beeld wil hebben. Ik wil hem iets langer. En ik wil hem iets groter. Nu is dat gelukt. Ik voeg een tekstje toe, want ik wil een stukje tekst ertussen hebben staan. Hier kan ik zelf een tekst maken. Kan ik ook weer de seconde kiezen, hoe lang ik het in beeld wil hebben. En ik heb net bedacht dat ik die tekst toch voor de tijger wil hebben. Dus ik klik hier op het pijltje terug. En het is gelukt. De montage bouw je dus zo op. Hier kun je de tekst aanpassen op de Word manier. Maar het zou ook een leuk programma kunnen zijn voor een tekendocent die een animatiefilm wil maken. Leerlingen tekenen hun tekeningetjes op de animatiemanier, scannen het in, gaan het materiaal uploaden naar Edit, naar hun bestanden toe, pakken de bestanden uit in de videomontage en maken hier online een animatiefilm van hun materiaal. Dus je kunt op allerlei manieren deze videomontage inzetten om een heel mooi resultaat te krijgen in Edit. Deze montage sla ik op. Artis. Ik sluit hem af. Mijn montage is nu opgeslagen in mijn werkplek. Hier zie je hem. Met het pijltje kan ik hem bekijken, bewerken. Ik kan de naam wijzigen, een aantekening maken, doorsturen naar een andere editgebruiker. Dus op die manier kan ik hem verder bewerken. Hoe het eruit kan komen te zien, zo'n videomontage, laat ik zien. Dat is de montage door de redactie gemaakt over de Berlijnse muur. De geschiedenis van de Berlijnse muur. Jong en oud in heel Berlijn was in feeststemming. En wat voor een stemming. In die lenteachtige avond. Op die 9e november. De dag waar 28 jaar naar uit werd gekeken. Waar de Oost-Duitsers zo hartstochtelijk naar verlangden. Het lijkt alsof ze de werkelijkheid nog nauwelijks kunnen bevatten. De videomontage.